Om ervoor te zorgen dat het COVID-19-virus zich niet verder verspreidt in Suriname, zal de regering diverse maatregelen treffen met onze buurlanden en de binnenlandse gezagdragers. Dit zei Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid, gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Behalve dat Suriname de partnerschappen met onze buurlanden zal versterken, zullen de lokale gemeenschappen van de diverse dorpen in het binnenland een belangrijke rol spelen bij het controleren van onze grenzen. De buurlanden, en in dat geval praten we dan over partnerschappen of coöperatie. De buurlanden, Brazilië, Frankrijk en Guyana, die allemaal ons zo flankeren. Met hun gaan wij ook heel goede contacten, onze partnerschappen verder versterken. U mag weten dat wij met deze landen al afspraken hebben hoe we gezamenlijk ervoor kunnen zorg dragen dat onze landen niet bevuild worden door het virus. En je kan dit niet anders doen dan wanneer je samenwerkt. Deze kwestie kan je echt niet als een eenling of als één land bestrijden. Dat zou onmogelijk zijn. Wij gaan ook aandacht besteden aan veiligheid. Het traditioneel gezag heeft gevraagd dat wij er zijn. En dan praten wij over politie en leger. De aanwezigheid gaan wij verhogen en versterken. En er is ook gedacht om ook weer de lokale bevolking als community policing in te zetten, omdat als eerste de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. En men is er helemaal mee akkoord mee dat de bevolking zelf in de voorhoede gaat staan om ervoor zorg te dragen dat hun woongebieden veilig zijn en blijven. Feira zei verder dat er in deze periode ook gewerkt zal worden aan het bestuur en de ontwikkeling van het land. De coronapandemie is namelijk ook van invloed op de manier waarop ons land bestuurd wordt. Ik mag u aangeven dat een van de meest opvallende opmerkingen was de spreekbeurt van Gramang Aboikoni van de Saramakaners. Die heeft aangegeven dat wij juist in crisistijd moeten kijken welke positieve zaken je daaruit kan halen. Een crisis, ja, dat zou men zeggen, is negatief, maar probeer daaruit een positieve zaak uit te halen. En hij heeft eraan gedacht dat wij meer dan ooit moeten denken aan het stimuleren van productie. Ik wil zich nog herinneren, een van onze eerste persconferenties had minister van LVV ook een presentatie gedaan over voedselveiligheid en voedselzekerheid. En die link heeft de Gramang gemaakt, waarbij hij dus aangaf, zie daar een mogelijkheid, een opportunity voor Suriname, om nu meer dan ooit te gaan zitten in de landbouw en die productie op te voeren en mogelijkerwijs een voedselschuur te kunnen zijn voor de rest van de regio. Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid. Ze zegt dat er dit weekend verder gesproken zal worden met het traditioneel gezag.